Velen hadden er al vaak naar gevraagd, maar sinds kort hebben we ook naast de camouflagekleden hebben we ook een schuiltent. Dit is de HBN-tent en ik zal hem even kort laten zien, zodat je een indruk hebt wat de voordelen van deze tent zijn. Hij zit in een vrij kleine foedraal. Natuurlijk is het allemaal zwaarder dan een camouflagekleed, maar relatief gezien valt het enorm mee. Hij is gemaakt volgens het plop-up systeem, wat niks meer wil zeggen dan dat hij zichzelf min of meer opzet, in ieder geval voor een heel groot deel. Je ziet, hij klapt heel snel uit elkaar. Pak hem even met de goede kant. Trek hem in het midden uit. Je zet hem op de plek waar je hem wilt hebben. En je ziet hoe snel dat hij staat. En je ziet de mooie donkere camouflagetinten. Heel veel camouflagetinten hebben toch behoorlijk veel last van schittering in de zon. Dit is een hele doffe camouflageprint. Ook nog eens een keer een mooie print. We hebben voor een groot raam gekozen. Om een echt laag standpunt te bereiken moet je een heel ander model tent maken. En ik heb hiervoor gekozen om toch relatief laag te gaan. Maar ook de mogelijkheid te hebben om wat hoger te gaan. Omdat je ook wel eens naar boven wilt fotograferen. Daar zit een netje daarvoor en aan de binnenkant zit er een doek voor. Dat zal ik straks nog even uitleggen. Zoals ik net heb laten zien heeft deze tent 3 grote foto-openingen. Deze openingen hebben we aan 3 kanten van de tent gemaakt. Zodat je vrij snel kunt wisselen, want niet altijd komt het onderwerp in de richting waarvan je het verwacht natuurlijk. En nu kun je nog wisselen. Aan de ene kant natuurlijk een grote deur. En als het goed is kun je gelijk zien dat deze tent zwart is van binnen, donker. Een schuiltent moet donker zijn. Heel veel schuiltentjes, met name de wat goedkopere, die zijn gemaakt van een transparante nylonstof. Het nadeel daarvan is dat het licht naar binnen komt. En als jij in het licht zit, dan kun je achter een camouflagekleedje zitten of een camouflagenetje zitten. Of niet, vogels zien je, vogels kunnen naar binnen kijken. Het moet donker zijn, net als in een schuilhut, het moet donker zijn, heel donker. Dus vandaar dat ik deze tent in zwarte stof heb gemaakt. Die stof is trouwens ook waterafstotend. Verwacht niet met een hele zware bui dat je echt droog zit. Maar het is waterafstotend en dat is naar mijn idee voldoende. Dan iets heel leuks. We hebben hier bij elk fotoluik zit een extra stuk tentdoek. En die kun je met behulp van magneetjes kun je de doek vrij makkelijk dicht doen en openen. Dat heeft als groot voordeel dat je dus vrij snel kunt wisselen terwijl je toch in het donker blijft zitten. Ik heb dit met magneetjes gemaakt, omdat normaal gesproken dat wordt zoiets met klittenband gedaan. Maar klittenband maakt gewoon te veel lawaai en dat wil je niet hebben als je plotseling een schuurreer naast je staat. Je trekt het open en je kunt gelijk links of rechts van positie wisselen. Nou, hier zitten de camouflage netjes voor. Dan kun je eventueel nog wat voorrang als je die vertrouwt. Zelf gooi ik nog wel eens een keer een aparte camouflage net over de hele tent heen. Maar dat zit meer tussen onze oren dan dat het voor de dieren belangrijk is. Maar je kunt dit opzij schuiven en je steekt je lens erdoor en je bent klaar om te fotograferen. Ja, en dan zit je fotodag erop of je fotoochtend met hopelijk mooie beelden. Je gaat weer naar huis, je wilt de tent meenemen. Natuurlijk is die zo niet echt handig om mee te nemen. En dan begint het drama voor veel mensen. Veel mensen lopen er tegenaan dat zo'n plop-up systeem dat lastig in te vouwen is. Nou, ik moet zeggen, het is een trucje wat je inderdaad even moet kennen. Maar als je het kent, dan denk je er niet eens meer na. Het is net zo makkelijk een schaatsen. Als je dat helemaal kent, dan verdeer je dat niet meer. Ik laat het gewoon even zien hoe het werkt. Je gaat gewoon naast de tent staan. Je pakt de ene hoek van de tent en de andere hoek en je drukt die naar elkaar toe. Je ziet dat de tent zich al platvouwt. Je draait hem een kwartslag, je zet je voet, je rechtervoet op de onderkant van de tent en je rechterhand pak je de tent aan de bovenkant. Nou, niet te voorzichtig zijn, je drukt beide delen naar elkaar toe. Je pakt met je rechterhand, pak je beide delen vast, draait hem een kwartslag en je draait als een soort bokkel, draai je de tent in elkaar. En je ziet dat je met heel weinig kracht en met heel weinig moeite uiteindelijk die tent weer compact hebt en gaat in de foedraal
en je vervolgt je weg. Plannen maken voor je volgende dag. Ik denk dat de HBN-tent een welkome aanvulling is voor de serieuze natuurfotograaf. Zelf gebruik ik ook nog vaak een camouflagekleed. Het een sluit het ander niet uit. Als je lekker flexibel wilt zijn, je gaat struinen door het bos of door het veld en je ziet in één keer iets, een mooi plekje, dan heb je in ieder geval camouflage bij je. En dan kun je het makkelijk een paar uurtjes in volhouden. Trek je niet te veel aan van de bewegingen die wat verteld wordt, wat je snel maakt met de camouflage, kleurt het veld echt enorm mee. Toch, als je wat langer wilt zitten, je moet wat langer posten, je hebt je fototas bij je, je neemt een bakje met koffie mee en een broodrommeltje, ja, dan is een tent wel ideaal. Het liefst, s'avonds voor de tijd nog opzetten, dat is helemaal ideaal. Dan is een tent ideaal. Je hebt er lekker ruimte in. En je hebt wat gemak om je heen. Dit is de HBN-tent. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Anders, mail me gerust. Ik sta altijd klaar voor vragen. En mocht je me aanschaffen, ik wens je er heel veel plezier mee.